Dit is Flevoland van woensdag 30 december. Het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is weer open voor nieuwe patiënten. Gisteravond ging het ziekenhuis dicht omdat het helemaal vol ligt. Er lagen heel veel coronapatiënten. Het is een hele moeilijke beslissing, want als ziekenhuis heb je natuurlijk eigenlijk in beginsel het idee dat je nooit dicht mag. Maar we moesten het echt even doen om wat verlichting te brengen in het ziekenhuis. De zorg, ook voor veel patiënten uit Flevoland, komt daarmee in de knel. Gisteren zaten wij meer dan vol en eigenlijk de hele week daarvoor ook. En dat is natuurlijk heel zorgelijk. Je ziet het aantal coronapatiënten dat een ziekenhuis nodig heeft nu hard toenemen. En we zijn ook heel dankbaar dat een aantal andere ziekenhuizen van buiten de regio gistermiddag en gisteravond patiënten heeft overgenomen van ons ziekenhuis. Ja, en je vraagt je dan misschien af, hè, waarom gaan deze patiënten dan niet bijvoorbeeld naar de locatie in Lelystad? Nou, dat heeft ermee te maken dat Lelystad beperkt zorg aanbiedt. Hè. Dat ziekenhuis is deels uitgekleed en zoals Reilinde Weil ook aangeeft, je hebt daarvoor ook kennis nodig. Hè. Je hebt een achtergrond met een IC-capaciteit nodig en dat is allemaal niet in Lelystad. Het Sint-Jansdal sluit niet uit dat het binnenkort weer dicht gaat als er te veel coronapatiënten komen. Nou, we gaan het proberen te voorkomen en als we hulp blijven krijgen van andere ziekenhuizen, dan zal het niet nodig zijn, maar ik sluit het ook niet uit. Ook in het Flevo ziekenhuis in Almere is het druk. Daar is vandaag nog een patiënt met een helikopter naar Duitsland gebracht, maar kunnen ze de zorg nog wel aan. De GGD heeft bekendgemaakt op welke locatie in Lelystad volgende maand de coronavaccinaties zullen worden toegediend. Dit gaat gebeuren in een bedrijfspand aan de Schroefstraat op bedrijfterrein Gilderhof in Lelystad. Eerder was overigens in dezelfde straat ook de eerste coronateststraat van Flevoland. De eerste vaccinaties worden op 18 januari gegeven. Medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en wijkverpleging komen als eerste in aanmerking voor de vaccinatie. Zij krijgen hierover automatisch bericht via hun werkgever. De bezwaren van Albert Heijn en Aldi tegen de komst van een Lidl-supermarkt aan de Beurstraat in Dronten zijn van tafel geveegd door de Raad van State. En daarmee lijkt niets meer een vestiging van de Lidl naast de Albert Heijn in Dronten-West in de weg te staan. Boven de supermarkt worden ook 18 appartementen gebouwd. Albert Heijn en Aldi zijn bang voor verkeers- en parkeerproblemen als er nog een supermarkt bij komt. Vooral wanneer de supermarkten bevoorraad worden door vrachtwagens. Volgens de gemeente Dronten is er meer dan voldoende ruimte en de Raad van State is het daarmee eens. De visserijgemeenschap op Urk heeft samen met andere vissersdorpen binnen 2 dagen 50.000 euro ingezameld voor een zieke Roemeense. Het gaat om de vrouw van de Roemeense visserman Dorel Balas. Hij was ruim 20 jaar bemanningslid op de Urker kotter Jacoba Aleida. Zijn vrouw Gabi heeft darmkanker, maar kan niet snel in haar eigen thuisland Roemenië worden geholpen vanwege wachtlijsten. Dat kan wel in Oostenrijk, maar daarvoor heeft het Roemeense stel geen geld. Het Urker echtpaar Luut en Co. de Boer zette samen met hun dochters de inzamelactie op. Ik kan niets anders zeggen, ik ben er stil van. Dat is vanaf het begin dat hij online gekomen is er gestort. En nog. Co. de Boer kan het nauwelijks geloven. De inzamelactie loopt slechts 2 dagen en nu al is het een daverend succes. Omdat iedereen op Urk meehelpt. Zoals 2 jongetjes die spontaan hun hulp aanboden. Wij hebben bij de deuren langs gegaan. En toen hebben we gevraagd aan mensen of ze nog lege flessen hebben voor het goede doel. Ja. En hadden ze die? Ja, veel. 170 euro hebben we opgehaald. En wat is jullie doel? 500 euro. Het initiatief voor de inzameling komt van dochter Mirna van der Lee. Op Facebook hebben we alles neergezet. Op Instagram staan er wat foto's. En we gaan natuurlijk ook hoe het verder gaat met ze, gaan we natuurlijk ook allemaal delen. Ik denk dat Dorel ook wel geliefd was op de vloot. Want zowel in Zoutkamp, in Arlingen en in Lauwersoog. Want daar zijn, Den Helder. Want daar zijn ook al die mails naartoe gegaan en die appen. En dat kan ik ook merken. Dus ze zijn eigenlijk allemaal wel met hem begaan. Operaties moeten allemaal in Oostenrijk gebeuren, omdat het in Roemenië gewoon niet kan. Daar sta je gewoon aan de eind van de wachtlijst en dan kom je gewoon niet aan de beurt. Hoeveel geld is er nodig? 50.000 euro minimaal. We zijn er gewoon eigenlijk stil van dat er in zo'n korte tijd, want hij is nog geen eens in 48 uur online. En nu zit je eigenlijk al
Nou, we zitten al tegen de 40.000 euro aan. Ja, daar word ik echt wel emotioneel van. Ik word er gewoon heel stil van, echt. Ik ben er gewoon echt zeer dankbaar voor de mensen die echt alles, al is het een euro, wij zijn overal blij mee. Een oude verlaten boerderij omtoveren tot een eco-erf. Bert Hekkenberg in Ens is al druk bezig om alles duurzaam te verbouwen om er op een ecologische manier te kunnen leven. De bedoeling is dat wij de boerderij, we zijn er nog volop mee bezig, helemaal gaan renoveren. Met zoveel mogelijk ecologische materialen. Afvalproduct uit de houtwinning. En daar hebben ze isolatieplaten van gemaakt. En dat geldt momenteel als het meest ecologische dakmateriaal. Het terrein aan de voorkant van de boerderij is al omgeploegd. Hiervoor gaan wij in samenwerking met Landschapbeheer Flevoland een ouderwetse boomgaard aanleggen. Het is nu nog een kale bedoeling. Ja, we hebben helaas de tuin van de vorige bewoners helemaal leeg moeten halen. Het was een hele mooie tuin, maar heel bewerkelijk en niet ons ding. Het ding van Hekkenberg is vooral hergebruik en duurzaamheid. Zoals een bankje dat gemaakt is van oude spullen. Een bankje en plekjes waar plantjes kunnen groeien en waar misschien wat insecten en spul in kan. Om het maar een tweede leven te geven. Er is natuurlijk ook een groentetuin. Wij verbouwen hier groenten voor eigen gebruik en hopelijk in de toekomst nog een klein beetje deurverkoop erbij. Wortels, uien, prei, noem maar op. Alles wat je maar kan verzinnen. Mijn favoriet, de boerenkool. Groenten verbouwen en dat op een ecologische manier. We doen het volgens de permacultuur. Dat is een methode om groenten te verbouwen. Dat je de grond niet zoals meestal gebeurt elk jaar omploegt. Maar je houdt de grond juist intact zodat het hele bodemleven en het microleven erin niet verstoord wordt. En ik zie hier ook een hele grote bak met, wat is het allemaal, afval? Dat is GFT. Dat is alle groente, fruit en tuin afval. Dat vercomposteren we zelf zodat alle voedingsstoffen later weer aan de grond teruggegeven kunnen worden. Waar nu een oude schuur staat komt een huis van hout en stro. Een heel bijzondere boor heeft Hekkenberg alvast aangeschaft. Ja, dat noemen ze een stoeltjesboor. Dat is om toch met een machientje de verbindingen wat makkelijker te kunnen maken. Is heel slecht aan te komen, maar na anderhalf jaar zoeken hebben we er eentje gevonden. En er zijn er heel weinig van en het is echt, als er eentje op de markt komt, moet je er heel snel bij zijn, want ze zijn zo weg. Ik zie hier ook een gigantische grote modderhoop. Ja, dat is geen modder, dat is leem. De woning die we gaan maken en ook in de boerderij zelf gaan we muren maken met strobalen in houtskelet en die worden afgesmeerd met leem. En u heeft hier al wat tegels gemaakt, zie ik? Ja, bakstenen. Ik krijg zulke stenen. Ecologisch renoveren, Hekkenberg heeft er lol in. Het is nu nog een beetje een zooi, maar hij wil er een ecologisch bed en breakfast van maken. Wij gaan er weer een heel groen erf van maken. Eigen waterzuivering willen we aan gaan leggen. Heel veel fruitbomen. Dat het gewoon een paradijsje wordt. Wat is de missie? Waarom doet hij het? Om mensen te laten zien dat het ook anders kan. We leven in een tijd met moderne materialen, haast. Hier ga je eigenlijk weer een paar stappen terug. Gewoon lekker leven. Schokland is dit jaar 25 jaar UNESCO Werelderfgoed. We gaan terug in de tijd met bijzondere verhalen over het voormalig eiland. Vandaag de Paling Sound. Over mijn leven waait een oostenwind. Feeling young and feeling strong. Er zijn honderden Volendammers, ik durf te zeggen duizenden, die voorouders hebben die van Schokland komen. Schokland, dat heeft natuurlijk toch een hoop te vertellen. Het bestaat wel niet meer, maar er komen toch wel heel veel verhalen daar vandaan. Oud-BZN-zangeres Annie Schilder en haar broer Jan zijn ras Volendammers. Jan heeft een fascinatie voor het familieverleden en ontdekte dat ze Schokker nazaten zijn. Wij komen ook van Schokland, want ja. wij hebben een Schokker voormoeder. Aartje Corianus heb ik hier staan. Ja, Aartje Corianus. Dat was mijn overgrootmoeder. Nee, alleen over. Er is altijd een band geweest tussen Volendam en Schokland. Dat zat hem natuurlijk in de visserij.
zat hem ook een beetje in de religie, katholiek. Op een gegeven moment moet dat eiland verlaten worden. En dat is in 1859. Maar er zijn ook huwelijken van voor 18, of van voor die periode, al uit 1700 zoveel, dat er al een schokkerman met een Volendamme vrouw trouwt. Of andersom. En die komen dan of in Volendam wonen, of ze gaan op Schokland wonen. Dit is een dochter van die schokkervrouw. Ja. Van Aartje Corianus. Ja. En Jan Zwartuut, Jan de Jent. Ja. Nou ja, nou, dat ik hoorde dat ik eigenlijk een beetje, mijn voorouders uit Schokland kwamen. Toen had ik eigenlijk, toen ging mijn interesse een beetje, dat knopje ging een beetje branden. Dat is dus mijn oortje, onze oortje. Ja. En die ging dan weer trouwen met onze bab. Ja, opa. Opa, bab. De ouders van... Wij noemen dat bab en oortje. Ja. Maar dat zijn opa en oma. Ja, ja, klopt. Dit moet je wel een paar keer lezen. En het moet wel een paar keer verteld worden. Want het is natuurlijk best wel... die families zijn zo groot. Ik vind dit wel lekker dat ik dit heb. Op een gegeven moment dan gebeuren er wel eens dingen. Of je hoort wel eens dingen in de familie. En dan soms leid je dat gewoon terug. Naar generaties. Mijn oma, mijn oortje, zoals wij zeggen. Die moest dan zondagsmorgens naar de kerk. En dan stond ze een hele tijd voor de spiegel te kijken of haar hul... Die mooie muts, dat die wel mooi stond en dat de kraallap, dat gekleurde onderdeel van de dracht, dat hier zit, dat erg mooi netjes stond, want anders moest het natuurlijk ook recht, hè. Ja. En dan mijn bab, die stond dan op zijn klokje te kijken, want de kerk begon. En dan riep hij van, hé, trotse schokker, schiet eens op. We moeten naar de kerk, anders komen we te laat. Dus, zeg maar, ze zeggen dus dat die schokkers ook een beetje trots waren. Ja. En ze hadden een bepaalde gang van lopen. Daar kon je ze ook een beetje aan herkennen. Ze schommelden een beetje met het onderlichaam. Volgens de verhalen komt het zangtalent van Volendammers en de bijbehorende palingsound van Spaanse voorouders. Toch is het opvallend dat veel Volendammer artiesten schokker nazaten zijn. Palingsout, dat is altijd iets waar wij altijd, we gissen altijd maar waar dat dan vandaan komt. Kijk, het grappige is dan natuurlijk wel dat uit Volendam erg veel artiesten komen. Ik weet bijvoorbeeld ook dat Piet Veerman van Schokland stamt. Zelfs twee keer, via zijn vader en via zijn moeder. En zo zijn er een heleboel. Bijvoorbeeld, ik heb een keer een onderzoekje gedaan naar Dick en Simon. Over mijn leven waait een oostenwind. Die hebben voorouders, die kwamen van 1859. En dan zijn ze allebei dus, hebben ze in 1859 hebben ze een voorouder die van Schokland komt. Die Briers die hebben nu werk gemaakt in drie verschillende samenstellingen. Nu zijn ze in de derde samenstelling. In alle samenstellingen stammen de leden stammen af van schokkervoorouders. Dus als je vraagt aan mij, van, zit er misschien iets van genen uit Schokland vandaan? Ja, misschien moet ik er wel iets van toegeven.